een zeer mooie, ontroerende feel-good film van Heb ik je daar. Het is een fantastisch, schoon, ontroerend verhaal met een feel-good boodschap. Ik vind het persoonlijk de nieuwe Hector. Zo van, qua pretentieloos, ontroerend, een ontroerend verhaal. Je kunt het best omschrijven volgens de regisseur en ook volgens mij als een wonderlijke fabel. Dus zoiets is van alle tijden, dat is tijdloos. En ik hoop dat die film ook tijdloos wordt, omdat het is een heel ontroerend verhaal. En het gaat eigenlijk, in de kern gaat het over de grote dingen des levens, liefde, bedrog, verbittering, ontgoocheling, frustratie, dood, leven en dood, eros, thanatos, het zit er allemaal in, jong. Het zit er allemaal in. Maar op een zo ontroerende, schone manier verteld dat het toegankelijk is, hè, voor mensen van 7 tot 77 jaar en ouder en jonger.